Roel, welkom terug in Venlo. Dankjewel. Je was al een tijdje hier. Hoe voelt het om nu echt weer speler van VVV te zijn? Ja, het voelt heel fijn. Lekker mijn eigen stad. Dus dat is heel fijn. Leuke groep. Heel goed opgevangen door de jongens ook, door de trainers. Dus ja, ik heb al genoten die eerste weken dat ik hier mee mag trainen. En ja, dat nu dan officieel is. En ik ook lekker wedstrijden kan gaan spelen, dat is prachtig. Ja, genieten. Ik heb vanaf dag 1 eigenlijk me ja, heel thuis gevoeld. Ondanks dat ik heel veel jongens nog niet kende. Vanuit mijn eerste periode zijn er nog maar een enkeling die ik nog ken. Dus ja, veel nieuwe jongens leren kennen. Maar ja, het is enorm bevallen. Hoe heb je het ervaren in de voorbereiding? Toch wel wennen. Omdat je natuurlijk ja, een nieuwe groep. Zelf ook lang geen minuten gemaakt. Dus ja, even lekker om weer minuten te maken. En ik voelde me steeds fitter worden. En ja, nu ben ik fit voor de competitiestart. Met welk gevoel sloot je aan in de voorbereiding? Een niet heel fit gevoel. ik had 6 weken eigenlijk heel weinig gedaan. Natuurlijk wel wat gelopen voor mezelf, maar ja, 6 weken geen bal geraakt eigenlijk. Dus ik had wel een aardige achterstand. Dus op het begin ben ik mezelf aardig tegengekomen. Ja, nu zijn we 5 weken verder en ja, ben ik een stuk fitter dan toen in ieder geval. Dus ja, op het begin had ik het heel zwaar en nu begint er steeds beter in te komen, denk ik. Want je hebt al de nodige minuten gemaakt in de voorbereiding. Hoe was dat? Op het begin heel zwaar. Ja, de eerste wedstrijd, ik heb 1 dag meegetraind, toen de dag daarna gelijk 30 minuten gespeeld. Ja, toen kwam ik mezelf heel erg tegen. En ja, je merkt gewoon met de week dat je conditioneel sterker wordt. Dus ik ben er klaar voor. Het heeft even geduurd voordat je ook echt officieel speler van VVV bent. Waarom wil je graag tekenen hier? Nou ja, wat ik al eerder heb gezegd. Ik heb hier de mooiste jaren van mijn carrière gehad. En ja, om het simpel te houden, ik zou dat nog wel eens over willen doen. Maar ja, dat is het niet alleen. Ik heb gewoon een heel goed gevoel bij de staf van de staf gekregen. En ook van de jongens om me heen. Dus dat heeft uiteindelijk de knoop doorgehakt om het toch daadwerkelijk te doen. Was het voor jou al snel duidelijk dat je ook echt terug wilde keren hier? Ja, voor mij zeker ja. Ja. Ik had die eerste week mee getraind en ja, gewoon allemaal die leuke gasten omheen en alles in het Nederlands. Dus dat sprak me heel erg aan. Gewoon echt plezier weer in het voetbal krijgen en ja, dat denk ik hier te vinden. En ja, de eerste 5 weken is er wel gebleken, ja. Je zegt alles in het Nederlands, ook een klein beetje in het Venlo's? Ja, zeker ja. Een aantal jongens wel in het Venlo's, ja. Simon Jansen staat vaak linksback naast me, dus ja, dat wordt gewoon op zijn Venlo's gedaan, ja. In wat voor groep ben je terechtgekomen hier? Ja, toch wel een vrij jonge groep. Ik moet zeggen, ja, in de loop van mijn carrière merk ik dat toch steeds meer. Dat de selecties wat relatief wat jonger worden. Ja, zo ook hier. Ja, ik denk wel een hele gretige groep die dit seizoen echt iets van wil maken. Hoe sta je er zelf voor? Ja, wel goed. Heel de voorbereiding natuurlijk meegedaan en veel minuten van de training gekregen. Dus ja, ik voel me fit. Hoe is het voor jou om nu vanuit Fortuna bij VVV te komen en weer, inderdaad, wat je zegt, in de keukenkampioen-divisie te gaan spelen? Ja, het moet zondag blijken hoe dat gaat zijn. Maar nee, voor mij is het gewoon belangrijk. Ik wil gewoon weer gaan voetballen. Ik wil echt het plezier krijgen. Dat is het afgelopen jaar bij Fortuna. Ja, heb ik heel weinig speelminuten gemaakt. Dus uiteindelijk wil een voetballer een minuut maken om, en daar haalt hij zijn voldoening uit. En dat is het afgelopen jaar niet gelukt. Ik hoop dat het hier wel gaat lukken. Dus ik denk dat ik daaruit gewoon heel veel plezier kan gaan halen. Dus daarom ben ik heel blij om hier te zijn. Wat verwacht je van zondag, de eerste wedstrijd? Van zondag? Ja, dat is natuurlijk wel mooi dat het gelijk een derby is. En ja, ik denk dat het gelijk opgaat. Maar uiteindelijk, wij thuis met het publiek erachter, hoop ik wel dat we 3 punten hier houden.